Goedenavond. Goedenavond, we staan hier bij de gemeenteweg van Monnikendam. Tweede avond waarop de nieuwe mensen gaan voelen en ervaren hoe het is om brandweerman of vrouw te zijn. We zijn nu hier achter met een inzet bezig. Brand in een garage, daar zijn ze nu op binnen op ingezet. En zometeen gaan ze nog een TV inzet doen waarbij ze gaan knippen. Ja, ik ga zo met ze meelopen, van binnen filmen. Ja, ze gaan hier nu naar binnen. Je ziet de rook hangen in de ruimte. Aan de achterkant is de vuurhaard. Ze gaan daar naartoe. Ze zoeken ook nog een slachtoffer. We gaan zo kijken of ze die kunnen vinden. Het is best spannend natuurlijk voor ze. Eerste keer met een masker op. Het ademt toch iets anders. Ze worden begeleid op dit moment door een ervaren brandweerman. Die vertelt ze, als ze er niet uitkomen... Ja, hoe ze het op kunnen lossen en waarom ze het zo op moeten lossen. Ze zijn op dit moment de auto aan het stabiliseren. Dat doen ze met houten blokken. Om te zorgen dat die auto zo stil mogelijk staat als we straks gaan knippen. Cool. Ze gaan nu de deur verwijderen. Dat doen ze met een spreider en met een schaar. Zoals je ziet is het even wennen. Maar uiteindelijk geven de deuren het op. Hij is hier door. Ja. Even los. Goedenavond, zijn we terug op de kazerne. Ja, de spullen zijn weer opgeruimd. De voertuigen zijn weer helemaal gereed. We hebben net nog nabesproken met degenen die mee hebben gedaan. Die kwamen kijken, die kwamen meedoen. We waren nog steeds positief en gemotiveerd. Dus in het nieuwjaar gaan we daar zeker mee verder. Voor ons is dit de laatste vlog voor 2018. Ja. Dus we zien jullie graag weer terug in 2019 met een iets lagere frequentie. En dan ook zullen we ook op een gegeven moment gaan realiseren oefenen in april. Dus ook daar zullen we een uitgebreid verslag van doen. En dan hopen we jullie goed dan weer te zien. Ja, vanuit de kazerne voor u fijne dagen. Ja. En een goed uiteinde. Doe voorzichtig. Kijk uit met vuurwerk. En tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar.